Ik weet nog dat ik heel lang naar een klok zat te staren. En dat we echt na iets van twintig minuten zeiden van... Hij beweegt. Nou, dat was al zeer grappig. En toen zaten we zo. Ik ben echt benieuwd hoe, hoe laat het nou morgen echt bleek dat het was. Laat maar zeggen, hoe, nemen de tijd zijn verschillende dingen. Dat soort gesprekken heb je. Ja. Spuiten en slikken, de podcast. Voor je wekelijkse portie seks en drugs. Hey, lieve mensen. Ik zit hier met Roos, Diva en ik ben Ralf. En deze week gaan we het hebben over psychedelica. Yes. Ja, we krijgen hier heel veel uh, vragen over. Echt? In onze inbox, ja serieus. Ja, dat en, is wel, uh, wel een goeie om dit dan uh, even te bespreken. Wat vragen ze dan zoal? Wat, uh, wat, wat is een lekkerste psychedelica? Okay. Psychedelia. Psychedelica. <laughs> Weet je wat grappig is? Wij waren dit weekend voor het eerst samen uit. Ja, ja. ik zag Ralf in het wild. <laughs> <laughs> Hoe ja. leuk was dat? Nou, ik dacht dat je aardiger zou zijn buiten werktijden. <laughs> het viel tegen. Het viel tegen. <laughs> een collega van ons was jarig en we zaten eerst in een uh, café en uh, Ralf was niet uitgenodigd voor het feestje, dus. <laughs> Ik was wel uitgenodigd voor het feest. Ja, achteraf. Wel ja, ik kan je de uitnodiging Het was voordat het feest begon. <laughs> Net tevoren, dus. van oh kut. Dus ik was wel uitgenodigd. <laughs> en wij waren <laughs> een week daarvoor al <laughs> En wij zaten in een café. En toen later stonden we in de rij voor de Exit, een club in Amsterdam. En Ralf, die kwam zo aangefietst. En toen deden we, even, Ralf de Boer! En toen gingen we allemaal foto's maken. En toen waren alle ogen op hem. Toen Dacht jij Ralf, dat het een goed idee was om op dat moment over het hek te springen? <laughs> maar die bewaker keek natuurlijk ook. Toen zei hij: Ik weet niet wat je doet vanavond, maar jij komt hier niet meer binnen. Toen ja, vond ik heel raar. Want, ja. uh... En toen zeiden wij: Dit is Ralf de boer. <laughs> en toen zei Ralf: Weet je wel niet wie ik ben? <laughs> <laughs> toen zei hij: Dat doet me niks. <laughs> dat heb ik niet gezegd. Je hebt weer helemaal iets bedacht. Jawel, je, in wel, je hoofd. hebt die kaart getrokken. Zou je dat een keer doen? <laughs> Welke kaart met, met mijn 300 volgers? <laughs> Precies geen kaart om te trekken. Ja, Goed, dan laten we doorgaan, want er is heel veel te vertellen. Um, we gaan dus hebben over psychedelica. Ik dacht misschien is het wel handig om even uit te leggen wat psychedelica eigenlijk zijn. Want het is een soort verzamelnaam. Uh, ten eerste zijn psychedelica gewoon een soort druk waardoor je de wereld anders ziet en meemaakt. Dus dat betekent dat je tijd uh, anders voelt en dat, je, uh, dat kleuren intenser worden of dat je zelfs uh, hallucinaties kan hebben. Uh, maar grofweg zijn er twee soorten psychedelica. Namelijk de klassieke en atypische psychedelica. Ah, je okay. dat? Nee. Nee, ik had ook geen idee. Nou, de klassieke zijn paddo's, truffels, DMT en mescaline. En mescaline is nou ja, een plant in Zuid-Amerika zeg maar, waarvan je gaat trippen. Oh. En dan heb je nog de atypische en dat zijn MDMA, 2CB en ketamine. Huh? Z zijn dat psychedelica? Ja, dat, zijn, dat wordt dus gezien als psychedelica. Uh, maar vandaag uh, laten we het een beetje hebben over de, de klassieke vorm van uh, ja. psychedelica: de paddo's, de truffels, uh, DMT, mescaline. Maar ik vroeg me wel eens af: hebben jullie wel eens iets gebruikt als paddo's of truffels? Of hebben jullie wel eens klassieke psychedelica gebruikt? Nee. Roos, <laughs> jij nog nooit, hè? Jij ja, al dief, jij hebt het op de verjaardag voor het eerst gebruikt. Oh ja, ik had het afgelopen weekend anderhalve paddo-truffel gebruikt. En, en je wauw. vond het? Ik vond het oh, niks! Dat. Oh ja. <laughs> Vond je het echt niks? Nee, ik voelde mijn hersencellen langzaam afsterven en er zitten er al niet veel. Dat was die Baco <laughs> die jij droeg. Nee, 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 want van Baco word ik alleen maar geweldiger. <laughs> Oké, okay, dus je vond het niet voor Ja, jou. ik voelde gewoon dat ik nog dommer werd en toen dacht ik: nee. Ja. Ik voelde me er niet fijn bij. Ik vind het gewoon fijner om in het moment te kunnen zijn, want daar heb ik al moeite mee. Dus als ik dan mm. ook nog middelen ga nemen om. Ja. Ik heb dus het idee dat ik veel slimmer word van, uh, oh, van paddeldruffels. Ja, oh. omdat mijn hoofd gaat gewoon aan. Het, lijkt, het voelt alsof je een deurtje opent en dat wow. je ineens... Uh... Dat je slimmer wordt? Ja, man. Omdat, omdat je dingen gewoon vanaf een andere kant... Uh, kan... Ik heb ook het idee dat ik veel grappiger word. Mijn grapjes Nee, je veel vindt gewoon alles grappig nee, dan? Echt, echt quality jokes. <laughs> ja, I mean ik meen het. Ik neem zoveel goede grappen. Yeah. Omdat mijn hoofd oh. werkt gewoon sneller en ik zie dingen ineens van een andere kant... Uh, en daarom is het zo leuk. En ook als je het samen doet, dan open je dus allemaal dat deurtje waar je dan doorheen gaat. En dan zit je ineens op een heel ander level van ja. uh, praten. Nee, als je het zo brengt, dan begrijp ik het. Maar bij mij ging mijn hoofd uit. Ja. Ik denk dat het ook ja, een setting een beetje was, dat je ja op een soort verjaardag met, met veel mensen die je niet kent en met drank in een bruin café. Ja, maar bij Ralf is het ook in sociale settingen toch? Ja. Oh wacht, maar kijk, ja. misschien moeten we even uitleggen wat paddenrupels eigenlijk zijn. Oh ja. Ik was eigenlijk best wel bang altijd voor psychedelica. En, maar als het dan ineens in druppelvorm komt, of zo, en <laughs> heb je een soort idee dat je het goed kan doseren. Ja. Uh, wat ook wel zo is, want nou, je hebt dus een pipetje en dat doe je dan uh, in een druppeltje op je hand en dat uh, lik je dan van je hand af. Het is echt vies. Uh, het is heel vies. Uh, je kan dus heel licht beginnen en je kan het eigenlijk ook best goed opbouwen. Het is niet alsof je er in één keer in zit en dan. Uh, uh, dus het voelt als een best wel veilige manier van, uh, van dat gebruiken. Uh, en eigenlijk sindsdien heb ik het best vaak gebruikt. Uh, en, en het is eigenlijk een goede mix, vind ik. Tussen uh, een beetje synthetisch-achtige uh, druk, waardoor je ja, eigenlijk het best goed kan gebruiken op feestjes. Maar tegelijkertijd wel echt een beetje dat trippende effect. Dat je dingen net even wat anders kan gaan zien. Uh, en, en dus net even op een andere manier na gaat denken. Wat ik echt nog nooit had gehad en, en heel leuk vind. Mm. Dus je kan het, ik gebruik het meestal gewoon uh, in, een, uh, in een kroeg of zo. En dan uh, gewoon uh, wat, wat drinken en uh, zo'n druppeltje, dat, dat maakt je avond. En tappen. En moppetappen, <laughs> ja. Moppetappen. Ben je dan ook nog... minder bang voor andere psychedelica? Uh, nou, ik dacht wel nu van, ik, ik ga misschien in zo zo'n hele paddenstoel opeten. Ja. Uh, en kijken hoe dat voelt. Precies. Ja, want ik, ik weet nu een beetje hoe dat effect is en ik vind dat heel leuk. Uh, en ik zou het dan niet zo snel een kroeg doen. Een zak paddenstoelen meenemen nee. en wat opeten. Maar wel een nee, keer dan, ergens buiten een kan bos. je echt niet meer opstaan. Nee. nee. Maar en, en jij, ik zie jou als een beetje als, als een soort van guru hier. Uh, van een orakel. Ja. Ja, het orakel ja. Ver, verlicht ons. Nee, um, ik heb wel echt het een en ander geprobeerd. Ik vind Psychedelica namelijk al heel lang heel interessant. Wat heb je allemaal geprobeerd? Oké. Okay. Waslijst. Truffels. Mm -hmm. LSD. 2CB. Uh, ik zit even te denken, wat was er nog meer in jouw lijstje? Ik heb niet... T... DMT gedaan, maar het lijkt me wel heel, heel gaaf. Mm -hmm. En de truffels was ook mijn aller, allereerste drugservaring. Mm. Hoe ging dat? Ja, het was echt. Ja, ik vond het echt fantastisch. Het ding is, je gaat eerst gewoon heel hard lachen. Nou, dat is altijd leuk. En uh, dan gaan dingen gewoon uh, een beetje bewegen en trippen en, en je verliest een beetje van hoe laat is het nou? Uh, en, en waardoor het heel lang lijkt te duren. En daarnaast. Ga je ineens geluiden klinken veel intenser, beelden zijn veel intenser, dus dan zetten wij liedjes op, een beetje elektronisch of dingen als Pink Floyd of, of dat soort genres. En ja, daarvoor kon ik het wel waarderen, maar tijdens en daarna is, is dat gewoon, snap je dat zoveel beter? En dan die muziek komt zo erg binnen en je, je doet je ogen dicht en ja, dat klinkt super vaag als je het nog nooit hebt gedaan, maar je voelt gewoon die muziek en. en, en die kleuren, het is gewoon, ja, ik vond het echt geweldig. Maar vind je dat juist fijn om het besef van tijd kwijt te raken? Ja. Ja? Oh. Ja, en het is heel grappig. Ik weet nog dat ik heel lang naar een klok zat te staren. En dat we echt na iets van 20 minuten zeiden van, hij beweegt. Nou, dat was al zeer grappig. En toen zaten we zo, ik ben echt benieuwd. Hoe, hoe laat het nou morgen echt bleek dat het was, laat maar zeggen. Hoe en zeg neem maar de tijd. zijn verschillende dingen. Dat soort gesprekken heb je. Ja, dat is toch. Dit is zo lekker dat het anders dan het dagelijks leven waarin alles zo serieus is. Ineens is alles gewoon heel anders en boeit niet. Dat is grappig. Goed, gaan we door naar de eerste stelling. Uh, maar eerst eigenlijk best wel een grappig feitje, want volgende week is het bicycle day. En uh, weten jullie wat bicycle day is? Fietsdag. Gaat iedereen met de fiets naar werk? Ja, ongeveer. Oh. Nou. Uh, ik zal beginnen bij het begin, want uh, de Zwitserse Albert Hofman deed onderzoek voor een farmaceutisch bedrijf uh, naar de medicinale werking van een schimmel dat voorkomt op tarwe, uh, namelijk lyserginezuur diethylamide die die afgekort wow, ook wel LSD. Wel. Het verhaal gaat dat hij uh, daarmee bezig was en tijdens het experiment. Uh, wat LSD op zijn vingers kreeg en dat toen uh, onbewust uh, dus had genomen. Wow. Uh, en hij was dus toen aan het trippen en uh, nou, hij vond dat helemaal geweldig. En uh, als echte wetenschapper die hij was, heeft hij dus uh, de volgende dag uh, gedacht, dat ga ik nemen. En toen heeft hij een enorme hoeveelheid LSD genomen, uh, 200 milligram. Uh, normale uh, trip is iets van, uh, van 100 milligram, dus oh. twee keer dosis. Wow. Hij had er uh, zin in. En toen had hij dus zoveel genomen dat hij dus keihard aan het trippen was. Uh, en eigenlijk, hij, hij heeft notities opgeschreven. En daarin omschreef hij dat hij het echt verschrikkelijk vond. Dat hij helemaal oh. knettergek was geworden. Uh, dat het eigenlijk best wel een bad trip was. Ja. En in die bad trip heeft hij uh, zijn fiets gepakt. En is hij door Basel heen gaan fietsen. Uh, uh, op weg naar huis. Uh, en daar in, in die notitie staat dus ook hoe hij dat helemaal had, uh, had uh, uh, ervaren. Maar daarom wordt de eerste LSD-trip uh, dus gevierd... Uh, en wordt het dus Bicycle Day genoemd. Omdat de uitvinder, Albert Hofman, dus op zijn fiets door Basel reed... terwijl Wat hij leuk. keihard aan de trippen was op LSD. Wat goed leuk. dat die datum daarvan vaststaat. We gaan ja. het vieren. Ja. ja, hoe ga je het vieren? Lekker nou, rond fietsen. <laughs> en hij is weer de opa van Tim Hofman. Het is de opa van Tim Hofman. Ja. ja, dat weten niet veel mensen. Maar dat weten wij wel. Goed, gaan we door naar de stellingen. Psychedelica zijn super gevaarlijk. De kans is groot dat je denkt dat je kunt vliegen uh, of uit een gebouw of uh, uit een raam kan springen. Daar bestaat natuurlijk wel soms zo'n beeld over. Nu hebben wij in een vorige, vorige podcast besproken wat de gevaren zijn van drugs. We hadden het over bad trips. En toen had jij, Ralf, je had zelf gezegd dat psychedelica in de laagste 1% staan van risico's op ongevallen. Ja, en dat de helft daarvan uh, van toeristen komt. Ja, die dan waarschijnlijk niet goed weten hoe ze het moeten doseren. Ja. Dus ik denk dat in realiteit die angst zoveel groter is dan, uh, dan wat er echt kan gebeuren. En ik denk dat er gewoon dat het in een soort verdom hoekje zit. En als er een keer iets gebeurt door ja, kan ook door combineren. Dat dat dan heel groot in het nieuws komt. Eindelijk blijkt dat het dus eigenlijk bijna nooit fout gaat als je het op de juiste manier gebruikt. Hmm. Heb, jij een, heb jij een memorabele trip die je, die je voor de geest kan halen? Oef. Ja, zoveel. Ja? Ja, ik... Hoe oh. vaak doe jij dit? Een um, nou, <laughs> paar keer per jaar een paar keer per jaar, maar af waar en dan we het, je het echt over? elk weekend. Welke drugs nou, hebben we het dan Ja, dat is waar. Ligt eraan wat je weten uh, had. Maar uh, dus LSD, dat doe ik denk ik wel sowieso wel twee keer per jaar. N niet altijd gedaan, maar nu. Um, ik weet nog wel de eerste keer dat ik LSD deed. Ik was op een uh, festival en ik lag erg. Het was echt een, ergens midden in. Waar was het? Bulgarije. En het lag. Ik lag op een berg, echt zo'n berg. En um, ik wist dat je van LSD echt best wel dingen kon gaan zien die er niet zijn. En ik keek naar een paar wolkjes die er hingen en ik dacht, ik wil katten zien. Ka Zou ik dat kunnen oproepen, dat je gewoon katten gaat zien? En ik keek naar die wolken en het werd een letterlijk draaiende kattenhoofden. Hello kitties? Nee, <laughs> maar echt zo'n kaleidoscoop van katten, maar super gedetailleerd. En ook niet zo vaag dat als je wegkijkt dat het er weg is, maar je kon er echt lang op inzoomen. En toen dacht ik echt... Wauw, ik snap eindelijk al die drugskunst, dat er mandala's worden gemaakt. Ik dacht, wie verzint dat mandala het universele teken is van psychedelica? Je brein. Je brein heeft dat verzonnen tijdens die trips. Maar Roos, zo'n trip duurt toch tien uur? Ja, maar het is niet tien uur op een hoogtepunt. Het lijkt me dus echt verschrikkelijk dat je dus dan tien uur in zo'n. Nou ja, als we het eens dus hebben over, over angst voor psychedelica. Dan heb ik bij LSD dat het allermeest. Omdat het zo fucking ja. lang duurt. Ja, maar je tijdsbesef is toch ook afgenomen. Dus heb je toch niet door dat het tien uur duurt? Nou, bij LSD heb je dat wel een beetje door. Ja? Uh, Hoe merk je dat dan? Nou, <laughs> ja, dat je wel gewoon... Ja, dat je een redelijk normaal tijdsbesef daarbij hebt. Uh, of soms lijkt het misschien zelfs langzamer te gaan. Alleen de grap is, waarschijnlijk voel je je gewoon chill. Dus dan is het niet <laughs> erg dat je je tien uur chill voelt. Dus nou, en als je ja, M neemt of zo, dan duurt het misschien zes uur. Maar ja daar kan je weer slecht voelen, snap je? Het? Ja, maar misschien, misschien moet je wel gewoon goed kunnen overgeven aan het gevoel. Want ik, ik denk ja. dat als ik, als ik me gespannen voel of daar bang voor ben, dat dat het dan ook echt niet lekker kan gaan vallen. Het is sowieso niet voor iedereen weggelegd. Hè? Ik deed het omdat ik echt heel erg voelde dat ik er klaar voor was, dat dat het iets voor mij was, dat ik er geïnteresseerd in was. Maar als jij nu voornamelijk angst voelt, dan zou ik echt niet zeggen: neem lekker LSD. Nee. Maar hoe merkte jij dan dat je er klaar voor was? Omdat ik al wel andere drugs had genomen mm -hmm. en omdat ik ja, omdat ik gewoon niet zoveel angst naar voelde. Gewoon heel erg nieuwsgierig. Ik dacht: gewoon, yeah! ja! Gewoon weer <laughs> iets op je lijstje. Ja, het leek me gewoon gaaf. En, en uiteindelijk heeft het het beeld dat het allerheftigste drugs is. Terwijl ik het echt niet zo vind. Zelf. Ik ja. vind ecstasy-heftiger. Maar ik ben eens, dus, waar ik wel heel erg benieuwd naar ben. Iemand omschreef een keer: uh, dat je hoofd een soort uh, computer is waar allemaal uh, draadjes in zitten. En dat LSD ervoor zorgt dat je al die draadjes eruit trekt en weer opnieuw gaat rangschikken. Wow. Het allemaal opnieuw gaat inpluggen hmm. uh, en dat je daardoor dus gewoon weer helemaal een soort patroon denkpatronen doorbreekt die je hmm. al heel lang had uh, en met LSD dus dat kan doorbreken. Wauw, en wat wel, wat wel interessant eraan is, is dat uh, in de jaren 50 en 60 waren er dus heel veel onderzoeken gedaan naar hoe LSD kan helpen tegen bepaalde sombere gedachten of, uh, of depressies. Uh, juist omdat je dus opnieuw wordt, wordt gewired, zeg maar. Dus die denkpatronen mm. kan doorbreken. Oh, dus het is echt? Ja, en die denkpatronen, of die, uh, die onderzoeken, uh, die waren echt heel erg uh, veelbelovend. Die waren heel erg positief, eigenlijk. Uh, alleen, wat gebeurde er? Uh, LSD bereikte het, het grote publiek, namelijk alle hippies en, en counterculture... Uh, die zich afzetten tegen de maatschappij en tegen het kapitalisme... En Nixon, die toen president was, ja. uh, die, die, uh, ja, die probeerde dat te, te onderdrukken. En die demoniseerde daarom heel erg de psychedelica. Juist omdat het zorg werd gebruikt door de hippies. En dat hij er bang voor was dat het de, de movement uh, groter zou maken uh, en zou uitbreiden. Dus, wel, dus, dus juist omdat hij de potentie zag, was hij bang dat het volk allemaal. Nee, dus die, die drugs, dat, dat was heel erg gelinkt aan, aan de counterculture. Aan alle hippies ja. die het gebruikten. En dat zorgde voor een soort opstandigheid. Ja. Toch? Van wij houden ons niet aan de, aan, aan de maatschappij en aan de regels. Ja, en dat is gevaarlijk. En hij ja. riep daarom de, de war on drugs uit. En, uh, en hij noemde uh, dus die, die drugs, noemde die de number one enemy of the state. Oh, wow En iedereen die die drugs gebruikte was anti-Amerikaans. En hij heeft dus eigenlijk heel erg actief campagne gevoerd tegen die drugs. Door filmpjes uit te brengen dat, dat mensen uit ramen springen of gek worden daardoor. Meo. Uh, zodat, zodat ze niet meer zouden worden gebruikt om die, die, die uh, beweging te, te onderdrukken. Zo, dus dat beeld komt ook echt heel erg daar vandaan, nog steeds. Juist, ja, en dat beeld dat sluimert dus nog steeds heel erg door naar hoe wij wow. kijken naar al die psychedelica. Terwijl in werkelijkheid dus 1% van alle drugsincidenten voortkomt uit uh, bijvoorbeeld uh, paddo's. Uh, dus dat vond ik wel heel erg interessant. En dat heeft denk ik ook heel erg beïnvloed van hoe ik uh, er nog steeds naartoe kijk. En, en dat dat misschien niet helemaal. Uh, ja, want jij is. bent er best bang voor. Ik ben er best wel bang voor, ja. Ik, uh, waar ben je bang voor? Ja, waar ben ik bang voor? Dat ik, uh, dat ik gek word. Dus eigenlijk precies wat hij beschrijft, dat ik gek word. Uh, dat ik uh, in een trip kom waar ik helemaal niet, uh, niet uitkom. Uh, mm -hmm. dat, ik, dat ik vast kom te zitten. Ja, dat, en, en dat je dus dan tien uur lang in zo'n uh, LSD-trip zit. Uh, en als, ja. er, als er iemand bij is die nuchter is of zo, die... Ja, maar, dan denk ik aan? wat kan diegene doen? Ja. Het, het gebeurt allemaal in je hoofd. Alleen het is, het is zo'n trip, duurt tien uur zeggen ze, maar het heeft wel echt een heel langzame opbouw en uitwerking. Dus ik denk dat de piek iets van drie uur duurt. Ja, maar nog steeds. Ja, Het, ja. het gebeurt nog steeds allemaal ja, in je hoofd. Maar, ja, ja, nou ja als je dat. Ja. Wat ik denk, dus bijvoorbeeld met die paddendruppels, als ik eenmaal uh, het effect heb gevoeld, nu ben ik daar helemaal niet meer bang voor. Omdat ik gewoon precies weet wat het is. Dus het is even, denk ik, die angst voor het onbekende. Um, en ja, als ik er niet meer bang voor ben, dan wil ik het echt wel proberen. Dus je ja. bent er verder wel geïnteresseerd in, eigenlijk? Zeker. Oh, zeker. Ja. Ja, ja. ja. Wat sick is, is dat de afgelopen jaren uh, uh, psychedelica weer heel erg uh, worden gebruikt in therapie. En er wordt ook steeds meer onderzoek naar gedaan. Uh, en ketamine wordt bijvoorbeeld al in het basispakket vergoed. Uh, echt? Wordt heel erg gebruikt tegen uh, depressie. Uh, wow. En het blijkt heel goed te werken. Uh, voor mensen die uh, ja, eigenlijk uh, waarbij de reguliere. Uh, therapie niet meer werkt, uh, mm -hmm. en bijvoorbeeld MDMA en uh, psilocybine: dat zijn padden en truffels. Uh, uh, MDMA kan heel erg werken tegen PTSS, uh, en psilocybine kan oh. weer helpen tegen depressies. Zo. Dus het is allemaal erg uh, veelbelovend. En uh, mm -hmm. nou, er is echt een opmars in, uh, in het gebruik van psychedelica in, uh, in therapie. Goed, gaan we door naar de volgende stelling. Uh, alleen met psychedelica vind je pas echt je true self en kun je je mentaal ontwikkelen. Zo. Wat denk jij, Diva? Kan je het ook zonder? Um, nou, ik, ik, vind het, um, ik vind het interessant dat Roos bijvoorbeeld heel erg heeft van, ja, het is een onderdeel van je zelfontwikkeling en er kan niks gebeuren. En dat eraf wordt dan heel erg nieuwsgierig. Ik zit de hele tijd een beetje te bedenken van waarom wil je eigenlijk zo graag buiten je huidige bewustzijn treden? Nou ja, ik, omdat het stand... een nieuw perspectief kan bieden op dingen. Op het leven? Ja. Maar dat perspectief kun je toch alleen maar opnieuw bereiken als je het weer gebruikt? Nou, sorry wat. Dat je dat perspectief krijgt tijdens dat je het gebruikt. En dan is het uitgewerkt en dan heb je dat niet meer. Dus nee, wat maar... heeft het voor zin om dat dan steeds weer op te gaan zoeken? Nou, ik denk omdat het dus echt een gedachtepatroon kan doorbreken. Of je op nieuwe ideeën kan brengen. Ik, ik, heb een, ik had een goede vriend die, uh, die had een keer overdag uh, die paddendruppels gebruikt. En toen kwam hij uh, thuis en toen uh, ging hij in zijn bed liggen en hij kon nog niet slapen. En hij vertelde dat dingen waar hij al best wel lang over zat te piekeren... Ja. Uh, dat hij daar ineens uh, van een hele andere manier naar kon kijken... En, en dat hij dacht van, uh, eigenlijk kan je het ook zo be bekijken. En hij kwam tot best wel veel van die, op, op, op antwoorden van, van die vragen. Uh, gewoon puur omdat je het van een hele andere kant bekijkt. En, en dat ja. geloof ik eigenlijk wel. Ja, ik, ik snap het ook wel. Maar ik heb het dan meer bij mezelf. Hoe kun je daar niet ook terechtkomen zonder drugs? Daar ben ik heel erg voor. Want ik zit ook heel vaak vast in gedachten, patronen en zo. En ik vind het eigenlijk nog interessanter hoe je die je gedachtenpatroon of andere dingen in je leven kunt doorbreken zonder medicatie of drugs. Hoe je dat op een natuurlijke manier kan bereiken. Ja. Dat vind ik eigenlijk nog interessanter. Maar dan is dat toch ook je ware zelf. Als we het hebben ja. over kan je je ware zelf vinden? Als jij iemand bent die zich daar totaal niet tot aangetrokken voelt, dan hoef je dat niet te doen. En je kan ook, je kan, denk ik, jezelf wel helemaal ontwikkelen zonder drugs. Ja. Het is alleen dat je bepaalde... Misschien bepaalde muziekgenres nooit zo intens zou kunnen ervaren. Bijvoorbeeld ja, je gaat nooit uh, kleuren zien dansen of zo zonder drugs. Maar dat is prima, maar jezelf ontwikkelen dat ja, en jezelf zijn, als jij geen drugs wil nemen, dan is dat jezelf zijn. Ja, dus dat vind ik een beetje van misschien wat alternatieven zoeken van oh, kun je op een um, zonder invloed te zijn van iets, vind ik helemaal Ik kan me bereiken. bijna niet voorstellen. Wat we wandelen <laughs> of zo? Of uh, fietsen. <laughs> Maar bedoel je een high of bedoel je echt jezelf ontwikkelen, gedachtepatronen doorbreken? Nou, van alles. Wat bijvoorbeeld wat jij vet vindt is dat muziek anders klinkt. Oké, okay, hoe kun je dat bijvoorbeeld bereiken zonder bepaalde drugs in te nemen? Dus dat je je omgeving aanpast of met mensen of iets in je leven. Uh, maar Roos, jij, uh, jij bent wel uh, geïnteresseerd om, uh, om uh, ayahuasca te gaan doen, Oeh. toch? Kan je uitleggen ja. wat dat is? Um, ja, ik ben nu bezig uh, met de voorbereiding van een item over ayahuasca. Dus dat ik het zelf ga doen. Het is eigenlijk ja, het medicijn cool. uit de Amazone. Uh, dus het is ook geen druk. Dus uh, het is geen psychedelica. Het wordt echt gebruikt als medicijn. En, en als je wil gaan trippen, dan moet je dat ook echt niet oh, ja. gaan doen. Um, maar je het... gaat wel trippen? Ja, ik weet niet hoe ik het anders <laughs> moet omschrijven. Je, ga, je gaat wel door een hele reis heen. Ja. Uh, en je, eerst ga je iets drinken. Dan moet je het even inwerken. Dan ga je liggen. Uh, en dan... Ja, je kan gaan overgeven. Dus er kunnen fysiek allemaal dingen gaan gebeuren. Hoeft niet. En dan uiteindelijk uh, krijg je allemaal inzichten. Ga je dingen zien. Het, het is lastig uit te leggen omdat ze zeggen ook... ...expliciet ga er zonder verwachtingen in. Want je kan het tien keer gedaan hebben... ...en de elfde keer kan het helemaal anders gaan. Dus ik probeer ja, het niet erg, te erg vast te zetten. Um, wat wil je eruit halen? Wat wil ik eruit halen? Goeie vraag. Ik denk dat ik... De, gewoon puur de ervaring eruit wil halen. Omdat ik echt al heel lang geïnteresseerd ben in ayahuasca, maar dan vond ik het meer spannend. Maar ik dacht gewoon: oeh, wat is het? En als iemand dat had gedaan, dan ging ik dat heel lang aanhoren hoe dat was. En, en de afgelopen jaren neemt die spanning steeds meer af en, en ben ik er nu eigenlijk gewoon echt klaar voor, merk ik. En dat zeggen ze ook. Je merkt het als je er klaar voor bent, mm. um, dus dat ga ik uh, doen. Het komt ergens aankomende maanden online. Oh, misschien ook juist wel goed dat je niet voor jezelf hebt bedacht: van dit wil ik eruit halen of dit hoop ik te bereiken. Ja, ja dat ja, gaat dus in zonder, met voorbereiding, maar zonder verwachtingen, zeggen ze. Ja. Ik ben zo blij dat je er bent, want dan kan jij gewoon al dit soort dingen doen en dan kan ik gewoon kijken en uh, hoef ik ja. het zelf niet te doen. Ja, ja toch? Graag gedaan. Goed, gaan we naar de laatste stelling. Uh, zonder psychedelica waren de beste muziek en kunst nooit gemaakt. <laughs> Roos, je houdt wel van een beetje knutselen, toch? Uh, ja. Weet je wat het is? Toen ik voor het eerst die truffels ging doen... toen had ik helemaal zo'n stift gekocht en een boekje. En ik dacht, ja, dan gaan we tekenen. Tuurlijk. Maar uiteindelijk, als je echt... Ja, hard aan het trippen ben op de truffels. Uiteindelijk zat ik gewoon een framboos te trouwen met een andere framboos. <lacht> <lacht> letterlijk. Je kan, helemaal niet, je kan jezelf helemaal niet forceren om iets te gaan doen. Maar want... dat is ook kunst. De, framboos, dat is het ding. Dan, dan wordt alles kunst. Kijk je om je heen en denk je, wauw, dit waterflesje. En dan ga je daar een uur naar kijken. Dus ik vind het lastig om jezelf daartoe te dwingen. Ik denk dat er wel hele mooie muziek uh, is gemaakt op, op drugs of geïnspireerd door drugs. Maar er is genoeg gemaakt zonder drugs. Ik denk ook dat uh, bepaalde muziek is gemaakt om dat gevoel dat je kan krijgen van drugs te uh, creëren. Weet jullie welke dingen allemaal zijn uitgevonden aan oh, LSD? Nee. De iPhone. Ja. Nou, Steve Jobs was dus echt openlijk uh, LSD-gebruiker. Ja. En die zei dat dat echt wel heeft geholpen in het proces. De wow. uh, Simpsons en South Park. Wacht, uh, dat concept is daaraan, of sommige afleveringen ook helemaal? Dat hele, hele concept, zij zeggen dat dus ook, dat ze veel LSD hebben gebruikt en daardoor op ideeën kwamen. <laughs> wat? Uh, wat ook wel logisch is als je het gaat terugkijken. Ja. En het is ook helemaal gestoord. South Park is echt amazing. Uh, de PCR-methode. Wat is dat? Ja, precies. <laughs> uh, dat uh, is een manier om uh, DNA te kopiëren waardoor je het beter kan uh, analyseren. Daardoor is uh, forensisch onderzoek mogelijk. Oh ja. Nou, heel zeker wow. ook. Aan de LSD. <laughs> aan de LSD moet je nagaan. Uh, en natuurlijk, uh, als we het hebben over muziek, dan uh, zijn de Beatles denk ik wel het beste voorbeeld. Uh, die waren gewoon kaart aan het trippen. Niet. En nou, je moet maar eens naar die songteksten luisteren. Dan, uh, Dat wist ik niet. Nee, dan begrijp je het wel. Zijn jullie fan van de Beatles? Zeker. Ja. Niet expliciet. Nou, bijvoorbeeld uh, Lucy in the Sky with Diamonds. Ik ben Lucy een Rolling Stones fan. Lucy oh. Sky Diamonds. <laughs> Heel goed. Nou, <laughs> oh, ze draaiden er niet omheen of zo. Ze waren gewoon openlijk. Nee, zeker. Nee, hun albums zijn ook helemaal gestoord. Er zijn ook heel oh, veel um, artiesten, zoals van bijvoorbeeld de Rolling Stones, die dan LSD hebben ontdekt en dan één heel album maken aan de LSD. En dan denk ik, ja, dit is echt een ziek album. En dan klinkt het zo anders dan wat ze normaal <laughs> hebben gemaakt. En dan wordt dat helemaal afgekraakt. Je ja. ziet het ook aan de album ze welke aan de LSD waren. Maar daardoor krijg je wel echt zin in, toch? Ja, ja. ja ik nee. Heel <laughs> oh, Comment van de week. Gaan we door naar de comment van de week? Hey. En uh, deze was op een uh, vorige podcast die we hebben gemaakt. En erin werd gezegd: Jullie vergeten één ding. Dit ging over naaktfoto's. Met de opkomst van AI wordt tegenwoordig foto's gemanipuleerd. Waardoor het lijkt alsof je een naaktfoto hebt gemaakt en verstuurd. Maar in werkelijkheid je hoofd op een naaktmodel wordt geplakt. Ja, ja. dat hoorde ik op de radio vanochtend. En Roos, toen moest ik eigenlijk gelijk denken aan jouw voetenmodel-account. Oh. <laughs> je hebt daar gewoon gebruik van gemaakt. Klopt. Ik had een keer uh, een voetaccount. Ik was gewoon heel benieuwd van, oké, okay, what's the deal? Kan je hier nou echt geld mee verdienen? Ja, prima als iemand geld wil geven voor mijn voeten. En toen kwam ik er eigenlijk achter dat daar al heel veel aanbod voor is. Duh. En, en dat, ja, ik kreeg, kreeg ze aan de straatstenen Niet kwijt, laat maar zeggen. Toen dacht ik, ja, je moet het natuurlijk persoonlijk maken. Mensen moeten voeten willen van jou. En dan, dan, dan heb je een... Unique Selling point, maar ik wilde mm. niet mijn hoofd daarop. Uh, toen dacht ik, yo, je hebt AI. Ik kan toen had ik een foto van mezelf gemaakt met AI um, en met een AI-hoofd gemorfd, waardoor ik een soort alter ego kreeg. <laughs> en die heb ik gepost en toen was het meteen gelukt. Toen, toen zei iemand van ja, 30 euro als je, als je dit filmpje voor me opneemt dat je je sok uittrekt. Ja, ik geloofde niks van. Dus ik had het hier op kantoor opgenomen met een collega, ik kreeg het gewoon op mijn rekeningen. Al, al het, hoeveel kreeg je 30 euro? 30, maar waarom ben je niet doorgegaan? Ja, hij wilde niet meer. Ja, maar jij hij hem... was klaar gekomen, denk ik. Waarom, waarom ben je zo verbaasd dat je het kreeg? Je hebt hem toch ook iets gegeven? Je hebt hem gegeven wat hij vroeg, en dan krijg je betaald. Ja, ik ja, vind dat het eerste de eerste zaak van de wereld. Ja, ja. goed, uh, dat was hem weer, jongens. Wat hebben we genoten? hè? Ja, ja. hey, uh, vergeet ons niet te volgen op onze socials: Ed uh, spuit en slikken. Uh, abonneer en like en subscribe. Uh, Stuur die van een berichtje. Uh, alles. Met geld. Voor allemaal. Goed, dank jullie wel. Jij bedankt, Ralph. Jij bedankt. Ralphie, bedankt. Hoe uh, gaat het met je boekenclub? Hoe <laughs> oh, boeken? <laughs> Wat is er gebeurd met de boekenclub? Spuiten en slikken, de podcast voor je wekelijkse portie seks en drugs. Als je je dikpik aan een wild vreemde durft te sturen... laat hem dan ook maar eens aan je beste vriend zien. Met die opdracht nodigden wij mannen in onze studio uit... voor een open en eerlijk gesprek over seksualiteit. Ze moesten alleen wel even met de piemel bloot. Het voelt wel gek dat ik zo geconcentreerd naar jouw piemel zit te kijken. Oeh, sorry, maar jouw tattoos complimenteren jouw lichaam verder echt fantastisch. Dank je. Weet je Mike, Mike, weet je zeker dat je wit bent? Want <laughs> Ja, hij is lang, Mike is lang, maar dit. <laughs> Onder de douche of zo met hockey heb je ooit, altijd wel gewoon een beetje gekeken naar andere piemels en zo. En dan heb je gewoon een beetje een idee van: oh, hij heeft dit, hij heeft dat. Niet dat ik daar elke training volledig op gefocust ben, natuurlijk. En als je eerste keer dan. Het viel tegen, dus dat ja, is het oh, zo. eerste keer was het drama, man. <laughs> ja, dat is ja, echt. Ik kreeg mijn vooruitje niet eens over Michael. Je hoort het in de podcast Piemel Praat. Abonneer je nu in je favoriete podcast-app.